Een primeur tegen Roda JC, want voor het eerst ooit heeft een Kluivert een hattrick gescoord in de Eredivisie. Kluivert, ja! Ja! En dit Amparo, ja, maakt er gewoon drie. Al heeft die legendarische Patrick Kluivert natuurlijk ook wel wat lekkere doelpuntjes gemaakt voor Ajax. Kluivert, ja! Kluivert, Edo! Ajax speelde een stroeve wedstrijd, een draak van een wedstrijd misschien wel. Maar Justin scoorde drie keer en mede door zijn hattrick werd Roda uiteindelijk met 5-1 verslagen. Drie belangrijke goals van Justin Kluivert en daarom zit hij in het EA Sports Team van de Week. En zo heeft Ajax met David Neres, Matthijs de Ligt en nu dus Justin Kluivert niet één, niet twee, maar drie informs in een maand tijd. Het is dat ik een vest aan heb, maar het is koud hoor. Is dat toch, joh? Altijd degene waar wij voor komen, die komt als laatste van het veld. Hij laat ons zo lang letterlijk in de kou staan. No barati! Ik zat te denken, dit is de eerste keer dat jij een linksbuitenkaart hebt. Hoe blij ben je met een linksbuitenkaart? Ja, echt heel erg blij. Want ik heb natuurlijk altijd uitgesproken dat ik linksbuiten wil staan en dat mijn positie is. Hoe voel je het zelf gaan tegen Roda voor jouw goal, voor jouw eerste goal? Voor mijn eerste goal vond ik het niet zo goed gaan eigenlijk. Maar zeker na mijn goal. Denk ik dat de tweede helft gewoon echt goed heb opgepakt. En echt Ajax-spel weer speelde, dus daar ben ik blij mee. Laten we beginnen met verdedigen. Dat is nog een verbeterpuntje, laten we het daarop houden. Zeker een verbeterpuntje. Verdedigen. Denk ik misschien 40. En dan, dit zijn je twee hoogste. Je grote kwaliteiten. Ja, vind ik ook. Het waren lekker geschoten ook gewoon. Ja, dat was wel aardig. Dus. Nou, maar dribbel denk ik misschien, ik zeg gewoon 80. Hoger. Oké. Snelheid, hoger of lager dan 80? Ik denk wel hoger. Ja, toch? Ja. Dan 85. 85? Ja. Ik trek ze eraf voor je. Verdedigen zit je nog volgens mij het meest bij in de buurt. Oh, 46 nog. Ik dacht 42. 46. Lekker. Ah ja, hey. Dribbelen. 80 denk ik. Ja. Dribbelen is gewoon 88. 88. Dat zijn statistieken hoor. Dat zijn statistieken. En snelheid. Ja. Jij zei dat die hoger zou zijn dan dribbelen. Nee, dat denk ik dan niet. Als ik 88 zie. Het is toch 84. Ja? Dit is een kaart, dames en heren. Die kun je prima in je ultimate team hebben, hoor. Ja. Jij hebt 89 snelheid. Je bent nog warm. Dani heeft zijn voetbalschoentjes aan. Klein sprintwedstrijdje. 3, 2, 1. Wat doe je? Hey! Hij doet deze tegen mij. Hij is slim, hè? Ik was bij 1. Ik wil altijd winnen, dat weet je. 3, 2, 1, go! Dit was goed. Geef wel eens een start. Oh, wat is hij snel. Niet te geloven, zeg. Ja, oké. Okay. Ai, ai, ai. Ja, dan toch wel met overmacht, Justin. Als jij deze wil signeren voor een van de trouwe kijkers van Ajax eSports. Kijk eens. 45. Justin, prachtig. Gefeliciteerd. Deze door Justin gesigneerde kaart kunnen jullie winnen. Schrijf je in bij ajax.nl/Kluivert en je weet deze van jou.